Hey beautiful ladies, in deze aflevering gaan we clean boekweitpasta maken. Een super makkelijke, hele lekkere ontdekking. Laten we beginnen. Voor de boekweitpasta heb je nodig boekweitmeel en 1 ei. Stort het boekweitmeel op een platte oppervlakte. Ik gebruik hiervoor deze glazen snijplank. Maak een kuiltje in het midden en breek daarin het ei. Het volgende wat je doet is dit kneden tot een gladde deegbal. De deegbal plakt nog een beetje, maar niet al te erg. Doe deze deegbol in vershoutfolie of een Ziploc baggie, zoals ik hier doe. Laat het deeg 30 minuten rusten in de koelkast. Ondertussen maak je natuurlijk de pasta saus. Ik maak dit met een super basic tomatensaus die ik zelf lekker vind. Maar je kan natuurlijk eten met elke saus die jij wilt. Voor de pasta saus heb je nodig een ui, wat tomaatjes, een pak passata, een aubergine, maiskorrels, wat olijfolie en wat knoflookteentjes. Snipper de ui, maak de knoflookteentjes schoon. En stamp de knoflookteentjes in een stamper of met een knoflookpers. Giet wat olie in de pan op een medium vuur. Fruit de ui en doe de knoflook daar ook bij. Snij ondertussen de tomaten en de aubergine in blokjes. En voeg deze toe aan de uien. Op het moment dat de tomaat en de aubergine wat zachter zijn geworden, giet je de passata daarbij. En hier gaat ook wat water en de maiskorrels bij. Breng op smaak met peper en zout en laat het ongeveer nog 10 minuten inkoken. Als je het lekker vindt, kan je ook nog wat Italiaanse kruiden toevoegen. Na 30 minuten haal je het deeg weer uit de koelkast en gaan we het heel dun uitrollen. Ik doe het met een deegroller, want ik heb geen pastamachine. Als jij dat wel hebt, doe het vooral met een pastamachine, want dat is veel makkelijker. Kijk, het deeg is nu goed kneedbaar nog. Oh nee, oepsie, vergeten. Je moet hier even 2 stukken van maken, dan rolt hij wat makkelijker uit. En om plakken tegen te gaan, moet je echt met meel blijven strooien, terwijl je het deeg uitrolt. Als hij dun genoeg is, gaan we hem snijden. En je kan hier eventueel ook ravioli van maken. Maar ik maak er nu gewoon tagliatelle van. Blijf vooral genoeg met het meel strooien om te voorkomen dat het aanplakt. Kook de pasta 3 tot 5 minuten afhankelijk van hoe gaar je hem zelf wil hebben. Giet de saus eroverheen, verkruimel er nog wat feta bij en klaar is Kees. Eet smakelijk! Dankjewel voor het kijken en als je geabonneerd bent, dan zie ik je natuurlijk volgende week. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan nu, want dan krijg je de updates automatisch binnen en hoef je verder nergens naar om te kijken. Dankjewel voor het kijken, tot volgende week!